De eerste groep repatrianten is vanmorgen vanuit Nederland vertrokken. Deze groep bestaat uit 200 personen die na een lange voorbereiding teruggehaald worden. Voor vertrek moesten alle passagiers een COVID-screening ondergaan. Daarnaast zullen zij na aankomst in Suriname voor 14 dagen in overheidsquarantaine geplaatst worden. Dit wordt op de COVID-19-website vermeld. Volgens het COVID-19-managementteam is er gezorgd voor goede opvang en zorg van deze groep. De repatrianten uit deze groep zullen onder andere opgevangen worden in Royal Torarica, Eco Resort en Hotel Babylon. 70-plussers, mensen met een medische aandoening en gezinnen met een baby krijgen hierbij extra aandacht. De overige repatrianten zullen middels een lotsysteem een kamer toegewezen krijgen. Sinds de lockdown heeft de Surinaamse regering repatrianten binnengehaald uit Miami, Belém en Aruba. Deze mensen hebben hun quarantaineperiode al uitgezeten. Voorts is de status van Suriname nu op kleur oranje, hetgeen betekent dat er sporadische casussen zijn.